Deze nieuwsuitzending betreft echt nieuws, want ik heb antwoord gekregen op mijn vraag aan Rijkswaterstaat aangaande de zeespiegelstanden voor de Nederlandse kust. Die vraag heb ik vorige week dinsdag gesteld, dacht ik. Zo'n beetje, ongeveer. Daarvoor had ik diezelfde vraag gesteld aan het KNMI. En het KNMI zei, ja, wij hebben die gegevens niet. Dan moet je van Rijkswaterstaat vragen. Dus dat heb ik dus gedaan. Toen heb ik antwoord gekregen begin deze week. Toen heb ik gebeld met Rijkswaterstaat. Want ik begreep het niet helemaal goed. Dat bleek dus. Maar dat wist ik niet. Ik heb dus gebeld en heb ik iemand gesproken van Rijkswaterstaat. En die begreep dat ik niet tevreden was. En die heeft voor mij een extra melding ding gemaakt. Onder hetzelfde zaaknummer. Dus hier staat het hier bovenaan. Dit is het nummer waaronder mijn vraag in behandeling is genomen. En dan heeft iemand van Rijkswaterstaat het volgende gezegd van u kunt wel degelijk op de aangegeven wijze historische waterstanden downloaden van onze website. Ik had te klagen dat het niet kon. Ik had het niet goed begrepen. Mea culpa. Dus mijn fout. Nou, dit is dus een officiële melding van Rijkswaterstaat. Dit is niet van jwdingersconspiracy.com of zo. Is Rijkswaterstaat. Die zit er niet in het complot, zullen we maar zeggen. Nou, als je hierop klikkert, dan kom je op. Ik heb het even voorbereid. Dan kom je op deze pagina terecht. Zeespiegelstijging langs de Nederlandse kust en mondiaal 1890 tot en met 2017. Dus, ja, het is nu 2019, maar het is behoorlijk actueel natuurlijk. Hè? Nou, en er staat in de openingszin. Of de eerste twee openingszinnen eigenlijk het. Ik lees het even voor de volledigheid voor. De zeespiegel langs de Nederlandse kust is in 128 jaar gelijkmatig gestegen met circa 24 centimeter. Ofwel een toename met 1,9 millimeter per jaar. De mondiale stijging van de zeespiegel ligt in dezelfde orde van grootte, namelijk circa 22 centimeter over dezelfde periode. Dus 1,8 millimeter per jaar. Ongeveer. Dus de zeespiegel langs de Nederlandse kust is zo 10% ongeveer sterker gestegen dan de mondiale zeespiegel. En dan zei hij tegen me, nou, dit is niet eerlijk, dit is niet eerlijk. Maar dat is, zo gaan die dingen. Ja, je zou denken vanwege de wet van de communicerende vaten dat er maar één zeespiegel is. Maar je hebt ook dingen als windrichting en stromingen en de draaiing van de aarde en heb je iets als de zwaartekracht die aan het water trekt, maar de aarde heeft niet overal dezelfde soort, niet overal hetzelfde soortelijke gewicht. Dus de zwaartekrachten die varieert. Nou goed, er zijn allerlei dingen die de hoogte van de zeespiegel beïnvloeden. En als je het hebt over dit soort, ja, hele kleine, ja, verschillen. Ja, want het is dus gestegen voor de Nederlandse kust met 24 centimeter. Ja, en hoe diep is de Noordzee? En de Noordzee alleen al is, even kijken, ja, ga nou niet opzoeken, maar dat gaat dus over meters. Hè. Als je kijkt naar de diepte van de Atlantische Oceaan, ja, dat is heel erg diep. En, nou, anyway, het gaat over, ja, millimeters per jaar heb je het over. Ja, daar zitten variaties in. Dus hier in Nederland zijn we wat extra de bok geweest. Dat geldt niet alleen voor Nederland, want als je wat verder doorleest, het gaat over
dat het hele Noord-Atlantische Oceaangebied. Nou, dan kan je nog even ingaan op de details. Dat gebeurt hieronder. Dan gaan ze alles even helemaal dingen zo doornemen. Maar het komt er dus op neer dat we... Ja, er is ook nog zoiets als een stijging van de grond. Want de grond stijgt en daalt ook nog. Hè? De stad Stockholm bijvoorbeeld in Zweden, die is aan het stijgen. Die stijgt niet heel, heel hard, maar dat stijgt met 5 mm per jaar. Kijk, als je het gaat hebben over die hele kleine aantallen, afmetingen, maten, ja, dan zie je overal wel een verschil. En Stockholm stijgt. Nederland stijgt ook, by the way. Toch? Of we dan even zakken. Even kijken. Ja, we zakken. We zakken met de bodemdaling, staat hier. De bodemdaling langs de Nederlandse kust vertoont een gelijkmatig lineair patroon en wordt geschat op 0,2 mm. Dus die 1,9 mm per jaar die wij meten aan zeespiegelstijging, daarvan is 0,2 mm te wijten aan het feit dat we zelf zakken. Dus we stijgen 1,7 mm. Ja. En nou, om het toch heel actueel te houden, ik zie net een reactie van Martin hierop. Klik ik die even weg. Kijk, nou herhaalt hij dus. Durven we even door met deze overheidssite. Ja, dan staat er dus, hij herhaalt alleen maar. Er staat dan in het artikel, de mondiale stijging van de zeespiegel verloopt minder gelijkmatig en laat tegenwoordig een versnelling zien. Ja. En die versnelling is zichtbaar sinds de 90e jaren van de vorige eeuw. Dat klopt, dat staat daar. Maar in Nederland was het dus al harder aan het stijgen. Je kan dus zeggen, in Nederland steeg het al harder en de rest hobbelt sinds die tijd erachteraan. Maar nog steeds is het in Nederland 24 centimeter gestegen over de laatste 128 jaar. Ja, 24. En mondiaal 22 centimeter. Dus kijkende naar de afgelopen tijd is er niet veel aan de hand. Of niks aan de hand. Punt. Nou, dan zie je hier het grafiekje wat er aan de grondslag ligt. Dus hier kan je ook zien dat de zeespiegel, dat is niet echt die lijn die erin zit, die is gefabriceerd op basis van deze puntenwolk. Dat is de officiële term voor dit ding. Een wolk van punten. En daar kan je deze lijn erheen trekken. En dan heb je met dat mooie blauwe lijntje, dat is dit, dus die trend. Ja. En dan hebben ze er een gebiedje omheen en dat is de onzekerheid. Of ja, de onzekerheid trend zeg je dan, maar dat is de mate van variatie. Dus je moet die lijn niet te serieus nemen. Je moet eigenlijk kijken naar dat, je kan het niet zo heel goed zien, maar dat vage gebiedje. Ik heb hem hier wat groter. Je moet eigenlijk kijken, je kan het denk ik wel zien hè. Dat is die onzekerheid die ze eromheen getekend hebben. Die is hier wat breder. En hier in het midden is die vrij zeker dan, daar zijn ze zeker van. En dan kijk je hieronder en dan zie je weer een wat bredere band. Zie je dat? Dus dat is de band die eromheen ligt. In elk geval, je kan hier duidelijk aan zien dat hier een trend is die zich opgebouwd heeft over onder 28 jaar. Hier is reuze stabiel.
En je mag verwachten dat dit dan nog een hele tijd doorgaat. Dit gaat niet zomaar veranderen. Dat zou heel raar zijn. Dan moet er echt iets heel bijzonders aan de hand zijn. En het is dus niet zo dat er de laatste tijd in Nederland de gevolgen zichtbaar worden van een enorme plotselinge stijging. En die mondiale grafiek die heeft dan kennelijk wel een stijging over de laatste 20 jaar, 30 jaar. Maar dan, kijk hoor, wat ik moet ik dan hier terug? Ja. Maar nog steeds loopt het mondiaal 2 centimeter achter op ons. Punt. Joh, nou, dit is het nog zo'n beetje. En als er een land is wat last zou moeten hebben van een gestegen zeespiegel, dan is dat Nederland. Want wij liggen voor een groot deel onder de zeespiegel. En wij hebben er geen last van. Dus. Het probleem van de zeespiegel, dat kunnen wij van ons lijstje afschrappen. Van problemen die opgelost moeten worden, want er is geen probleem. Door als de zeespiegel blijft stijgen in de wijze, in de mate waarin hij dat de afgelopen jaren heeft gedaan, dan kunnen wij dat makkelijk aan voor de komende jaren. Als de zeespiegel besluit om te stoppen met stijgen, dan is dat eveneens geen enkel probleem. En als de zeespiegel harder gaat stijgen, ja, waarom eigenlijk? Kijk, Groenland en Arctica, dus de Noordpool en Groenland, die zijn aan het smelten. Antarctica smelt helemaal niet. Dat kan je bij het KNMI vinden. Hier staat het. De ijskap van de Zuidpool blijft volgens die studies zo koud dat het oppervlak nauwelijks smelt. De hoeveelheid sneeuw op Antarctica zal waarschijnlijk toenemen. Dus van Antarctica hoef je verder geen probleem te verwachten. Qua zeespiegelstijging. En dan krijg je hier in de laatste pagina van KNMI. Hè? Het IPCC heeft de projecties voor de zeespiegelstijging deze eeuw in zijn laatste klimaatrapport naar boven bijgesteld. Ja, maar dat is het IPCC. Ik beticht het IPCC van een politieke agenda. Net zoals ik de Club van Rome beticht van een politieke agenda. Ja. Dit zijn voorspellingen. En dan wordt er gezegd dat de komende eeuw, dan hebben ze het daadwerkelijk over de komende 80 jaar eigenlijk. Dan zegt het IPCC dat dus de zeespiegel bij Nederland wel 82 centimeter kan stijgen. Ja, dat zou betekenen dat de zeespiegel tussen nu en de komende 80 jaar, dat die gaat stijgen met een snelheid van 10 millimeter per seconde. Ja, ha 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 ha. Dat gaat niet zomaar. Iets stijgt nu met een snelheid van 1,9 mm per jaar, zeg maar 2 mm per jaar. En als het dan gaat stijgen met een snelheid van 10 mm per jaar, dan moet het 5 keer zo hard gaan stijgen. Nou, stel je hebt een auto gekocht en je denkt, goh, wat rijdt dat ding langzaam? En dan ga je naar de autogarage, ga je terug. Kan je hem een beetje harder laten rijden? Ja. Dan kunnen ze best wat doen aan je auto, hoor. Dan kunnen ze misschien wel 20% harder laten rijden. 50% harder laten rijden. Misschien kunnen ze hem wel 2 keer zo hard laten rijden. Zal je wel een procenten kosten, maar misschien dat het kan. Maar kunnen ze je auto 5 keer zo hard laten rijden? Ik denk het niet. Dus,
kijkende naar de cijfers. En de cijfers, dat is dan dit. Van het Rijkswaterstaat. Dus als je kind aan je vraagt van... Mama, ik heb op school gehoord dat de ijsberen zijn aan het verdrinken. En binnenkort in Amersfoort dan moeten ze met de boot. Want ze zitten helemaal ingesloten door het water. Moet je tegen je kind zeggen, nee kind, wie heeft dat verteld? En die persoon is gek. Dan zal je kind zeggen, hij is gek. Dat was de leraar van de klas. Oh, zeg jij tegen je kind, nou dan mag je morgen niet naar school van mij. Dan zeg ik, mag ik niet naar school? Nee, zeg je dan. Want ik wil niet dat je omgaat met idioten. Nee? En die leraar moet ze excuses aanbieden. Iedere leraar hier in Nederland die moet deze gegevens even opvragen. Als hij dat zelf niet... Je kan het ook bij mij opvragen, maar je mag dus ook naar Rijkswaterstaat even dingen... Trouwens, het linkje staat hier. Misschien doe ik dit dan eventjes bij deze uitzending. Hè? Kunnen jullie zelf allemaal gaan kijken. Er is niks aan de hand. Punt. En dat betekent dat het hele verhaal over koolstofdioxide... daar kan je lekker mee ophouden. Het enige probleem aan koolstofdioxide is dat er binnenkort... En dat is ook niet eens binnenkort, maar... de hoeveelheid koolwaterstoffen die op te fikken zijn... die is naar mijn mening beperkt. Er is maar zoveel... En er komt een dag en dan is het op. Dat duurt nog wel erg lang hoor, maar... En dat is het enige. Dus we hebben nog, weet ik veel, 500-600 jaar. En dan moeten we wat nieuws hebben verzonnen. Maar als wij al die koolwaterstoffen hebben verbrand... en is al die CO2 in de atmosfeer gekomen... Nou, die CO2 die gaat leiden tot een steviger, heviger plantengroei. Dus ja, dan heb je dat weer. Dan krijg je steeds meer planten en zo. En dan gaan ze die biomassa natuurlijk weer in de fik steken. Ja, dan heb je dat weer. Kijk, wist je dat je auto's kan laten rijden op hout? Wist je dat? Look it up. Echt waar. Er zijn mensen. Nee, ik maak geen grapje. Ja, dat is toch even grappig. We hebben nog eventjes de tijd, toch? Kijk hoor. Auto's. Nou, hier staat het. Autorijden op hout. Ik heb het kennelijk één keer eerder gezocht. Hier heb je ze. Ja, het ziet er niet heel elegant uit natuurlijk, hè? Maar het rijdt wel. Het kan. Echt waar. You believe me. En dat, ik zal je in het kort uitleggen hoe het werkt. Ik vind dit wel acceptabel. Dit vind ik wel aardig. Wat ze met die Volvo 240 hebben gedaan, dat vind ik wel echt heel lelijk. Dit moet toch wel een beetje esthetischer kunnen, hoor. Misschien dat je daarvoor dan toch een Frans-Duitse... weet het ook alweer? Een Freundschaft of zo, hè? Of de Italiano's. De Italianen, die zullen wel wat esthetischer weten te maken. Maar wat je moet doen is, je verbrandt hout onvolledig. En dan krijg je dus geen koolstofdioxide, maar krijg je koolstofmonoxide. En koolstofmonoxide is heel erg brandbaar, heel erg explosief. En koolstofmonoxide kan je in een verbrandingsmotor laten ploffen, net als benzinedamp. Nou, dan ben je eruit. Dan rijd je auto op hout. Dus dat kan ook. Maar er zijn dingen, dat komt tegen de tijd wel.
En we hebben altijd nog die troefkaart achter de hand. En dat is de zonne-energie direct omzetten in elektra. En dan niet met die PHV-cellen, maar zoals ik dat heb voorgesteld met met Peltier-elementen. Maar het blijft een leuk idee, hoor. En een Peltier-element, je kan die. Ja, dan moet je maar even kijken op mijn kanaal. Als je daar zoekt op Peltier. Het komt er heel simpel op neer dat je een Peltier-element kan je kopen voor 0, niks niet. Echt een heel goedkoop spul is dat. Het bestaat uit twee metalen, twee verschillende metalen. En die zitten op elkaar geplakt. En als je de ene kant van dat Peltier-element warm maakt, en aan de andere kant voer je warmte af, en dan stroomt de warmte door die twee metalen heen. En dat creëert een potentiaalverschil. Dus dan heb je een stroom. Krijg je gelijkstroom, komt eruit. Heel klein beetje maar. Maar stroom. Geen bewegende onderdelen. Helemaal niks. En als je die warmte overdag opvangt aan de ene kant van het Peltier-element, en aan de andere kant heb je als afkoelend element een soort warmteopslag. Bijvoorbeeld een baksteen of een blok beton. Zo. En die warmteopslag die moet je isoleren, zodat die warmte gevangen wordt in zo'n warmtevat, moet ik zeggen. En dan als de zon onder is, dan wordt die bovenkant niet meer opgewarmd. En dan gaat dat vat, die warmteopslag, die gaat zijn warmte verliezen via datzelfde Peltier-element, maar dan stroomt de warmte van onder naar boven. En dan komt er weer stroom uit. Alleen is de stroom dan omgekeerd. Ik heb dat experiment gedaan. Ik heb hier twee Peltier-elementen in huis. Die heb ik gekocht in Amerika. Inclusief verzendkosten kostte mij dat €5. Bizar. Nou, dat vind ik erg leuk. En met zo'n stroom kan je water scheiden in waterstof en zuurstof. En waterstof is een prima brandstof. Het is erg explosief. Je moet er goed mee oppassen. Maar benzine is ook heel gevaarlijk. Bij de benzinepompen mag je in Nederland om die reden ook niet roken. Dat is levensgevaarlijk. Maar waterstofcellen, ja, daar kan je prima mee auto rijden. In landen zoals IJsland, waar ze heel veel elektra hebben door die gijzers, daar rijden heel veel auto's en bussen en alles op waterstof. Dus ik denk voor de toekomst van onze energievoorziening dat het dat gaat worden. Maar dat wordt nog een heel gedoe. Omdat wij hier in de noordelijke gebieden, wij hebben de technologie. Wij hebben het verstand. Wij weten hoe je dat moet doen. Maar we hebben hier de zon niet. We hebben het zonlicht niet. Hier in Nederland hebben wij een zonne-intensie van 100 watt per vierkante meter. Dat is 100 joule per vierkante meter per seconde. 100 watt. In de Sahara is dat 10 keer zo hoog. Dus moet je zonne-energie niet gaan winnen in Nederland. Dat moet je winnen in de Sahara. En als de Sahara helemaal vol staat,
En je hebt nog meer nodig, wat ik me niet kan voorstellen. Maar dan zou het zinvol zijn om te gaan uitbreiden naar... Maar dan ga je eerst uitbreiden naar Spanje. En Frankrijk. En als dat dan helemaal vol staat... Ja, dan ga je een keer bijplaatsen hier in Nederland. Maar voor die tijd toch niet. Zeker niet als je de distributie van waterstofgas... als je dat onder de knie hebt, hoe dat moet... Ja, en nu worden de tankers hier naartoe aangevoerd vol met olie uit Saoedi-Arabië. Nou, dan hou je hetzelfde idee, alleen dan komen ze hier naartoe met waterstofgas. Ja. Nou, voor de rest is het hetzelfde idee. Ja. Met als enige grote verschil dat waterstofgas, als je dat verbrandt, dan krijg je water. Ja. Dat is het. Dus ja, je krijgt hele andere motoren. Al die dingen met roet en dergelijke toestanden. Ja, dat ben je allemaal kwijt, man. Je hebt al die problemen niet meer. En volgens mij kan je ook waterstof direct omzetten in elektriciteit. Dus dan kan je met waterstofgas zonder bewegende onderdelen een elektromotor aansturen. Denk ik ook nog mogelijk. Een brandstofcel heet dat volgens mij. Het belangrijkste is voor deze tijd die wij nu hebben... dat is dat dit de waarheid is. Er is geen probleem met CO2 en de daarmee samenhangende zeespiegelstijging. Dat is er niet. En iedereen die zegt dat dat wel is, dat is een leugenaar. En ik ga nog een aparte uitzending wijden aan het voorbeeld van een leugenaar. En dat is professor Bert, ik dacht dat hij professor is, Bert Vermeersen. En in die uitzending ga ik stilstaan bij de psychologie achter die klimaatpaniek. Die klimaatpaniek die heeft twee doelen. En het belangrijkste doel is om ons bezig te houden met een probleem wat niet bestaat en ook waar ze geen oplossing voor hebben. Of ja, ze hebben er wel een oplossing voor. En want ze zeggen dat CO2 het probleem is. En nou, dan moet je de zaak aanpakken bij de bron. En waar komt CO2 vandaan? Ja, dat wordt omhoog gepompt in Saoedi-Arabië bijvoorbeeld. En Irak. En in Amerika. En in Groningen. En in Groningen hebben ze die gaswinning. Waar die Groningers allemaal zo over klagen. Nou, dan moet je dat aan banden leggen. Dan moet je zeggen, nou, dan mag de wat is het? De Noord-Nederlandse of de Nederlandse aardoliemaatschappij, de NAM... Die mag nog maar zoveel kubieke meter aardgas winnen. Punt. En dat zeg je ook tegen Rusland. En dat zeg je ook tegen Saoedi-Arabië. Zeg je tegen Amerika. Iedereen die dus aardolie en aardgas in het milieu brengt... door het te verkopen als brandstof. Of grondstof of whatever. Hè. Al die landen die krijgen een productielimiet opgelegd. En als landen dat overtreden, dan volgen er maatregelen. Dan treed je op. Maar dat gaan ze niet doen. Wat ze doen is, die productie die laten ze ongemoeid. Dus landen mogen produceren zoveel ze willen. En dan gaan ze de consumenten die energiedragers kopen... voor hun woon-werkverkeer en voor de verwarming van hun huizen... Die consumenten, die gaan ze belasten. En zo maken ze de mensen die het toch al niet zo breed hebben... die maken ze het leven nog moeilijker. En mensen van GroenLinks en Dood66... en de Partij van de Arbeid mag vrij... die doen er allemaal aan mee om... Ja, de mensen die geen keuze hebben... om die het leven nog miserabeler te maken... En de toekomstige generaties,
die zullen leven in een periode waarin zonne-energie wordt omgezet, waarschijnlijk. Dat weet ik niet 100% zeker, maar ik denk het dus ongeveer zo te weten. Dat je met behulp van zonne-energie en Peltier-elementen maak je elektra. Met die elektra zet je water, splits je water in waterstof, gas en zuurstof. En dat waterstofgas, dat transporteer je vanuit de zonrijke gebieden naar de gebieden waar een zonne-energie tekort is. En dan moet je nog wat dingen aanpassen. Dus auto's moeten omgebouwd worden. Ja, omgebouwd worden. Alle auto's die nu rijden op koolwaterstoffen, die zijn dan dus onverkoopbaar. Mensen doen dat niet meer. Dat gaat er dan uit. Dat wordt ouder. Ja. Het is dan niet meer nodig. Een waterstofgas zal tegen die tijd heel erg goedkoop worden. Omdat het namelijk duurzaam geproduceerd wordt. En Nederland heeft nodig aan energieverbruik 3 miljard joule per jaar. Een joule is een eenheid van energie. Een lamp van 60 watt, dat kost je 60 joule per seconde. Een watt is een joule per seconde. Dus mijn laptop die nu staat te blazen, die draait iets, ik denk iets van 100 watt. Dus die kost mij 100 joule per seconde om die laptop te laten draaien voor 1 seconde. Dus en voor een minuut is het dan weer 60 keer zoveel. En vandaar die eenheid dat ze wattuur hebben verzonnen. Of kilowattuur. Dan heb je dus 1000 joule per seconde een uur lang. Dat kost hier in Nederland 20 cent. Ongeveer. Nou, en dan moet je kijken naar de hoeveelheid zonne-energie die je in de Sahara binnenkrijgt. Dat is echt enorm. Dat gaat dus met 1000 joule per vierkante meter. En de Sahara is groot, jongen. En dat is niet alleen bij de Sahara zo, dat is ook in het hele gebied rond de Evenaar. Maar wordt het nog een hele uitdaging om die zonne-energie te gaan oogsten in de zee. Of in de oceaan. Dat zie ik niet zo snel gebeuren, maar het kan wel. Het kan wel degelijk, met drijvende toestanden. Allemaal erg goed mogelijk. Dus in die dagen zal de hele. Ja, dan zullen ze met meewarige gevoelens terugkijken op de wereld van nu. Met het moeilijke gedoe over het klimaat. En ze zullen ook weten hoe regeringen samengespannen hebben om hun bevolking uit te mergelen met belastingen voor fantasieproblemen, zoals de stijging van de zeespiegel. Dit hoop ik althans. Dat de mensheid zoveel wijsheid zal weten te vergaren. We zullen het zien, ja? Nou, ik ga mij druk maken over het volgende filmpje, want ik ben hier nog niet mee klaar. Maar ik hoop dat ik jullie nu al gerust heb gesteld. En nog even terug naar die openingszin. In de afgelopen 128 jaar is het zeewater voor onze kust gestegen met 24 centimeter. En mondiaal is dat maar met 22 centimeter gebeurd. En mondiaal is dat de laatste tijd wat harder gegaan dan daarvoor. Dus anders gezegd, het begin jaren 90, toen was het in Nederland 20 centimeter gestegen. Zeg ik zo even zo snel uit mijn hoofd, hè. En nu dus 24 centimeter, maar het gaat met 2 millimeter per jaar.
Nou, laten we even goed uitrekenen. Dus dan, nu rekenen we 2020, 1930 jaar. En dan 3 millimeter, 2 millimeter per jaar. Dus dat is 15 centimeter. Nee, 1,5 centimeter. Zeg ik dan goed? 2 millimeter per jaar. 2 keer 30 is 60. Dus dat is 6 centimeter. Oké, okay, dus in 1990 was de zeespiegel 18 centimeter gestegen. En mondiaal was dat toen maar ja, een heel stuk minder. En nu is de mondiale zeespiegel bijna net zoveel gestegen als bij ons voor de kust. That's it. Nou, dat lijkt mij geen reden om in paniek te raken. Hè? En dan mag het IPCC wel gaan lopen brullen van ja, maar wat nou als het 10 keer zo snel gaat? Maar ja, wat nou? Als de hemel omlaag valt, hebben we allemaal een blauw hoedje. Hè? Denk daar maar aan. Maar de hemel valt niet omlaag. En dan zeg ik op zijn hamburgers tegen jullie, na deze uitzending over goed nieuws over het klimaat en met name de zeespiegelstijging. Tjus! En hou je taai!